Zit hier een knopje op de middenconsole. Kun je op drukken. Kun je kiezen uit eco, normaal of sport. Nou, in sport gaat alles een beetje op rood en dan is hij net wat alerter op het gaspedaal. Ja, tegenwoordig tel je als autofabrikant eigenlijk niet meer mee als je geen SUV in het B-segment had. En Toyota, die had er ooit eentje, van 2009 tot 2014. Misschien ken je hem nog wel, de Urban Cruiser. Maar ja, echt een succes was die auto niet. En eigenlijk na 2014 was het opvallend stil op het gebied van B-SUV's bij Toyota. Terwijl de concurrentie echt niet stil heeft gezeten, want tellen we alle concurrenten nu bij elkaar op, dan komen we misschien wel tot 20, 25 auto's. Maar Toyota maakt nu eindelijk een inhaalslag met deze Yaris Cross. En dat is het SUV-broertje van de vijfdeurs Toyota Yaris. Je ziet het eigenlijk meteen, hè? Deze Yaris Cross is overduidelijk het SUV-broertje van die Toyota Yaris. Maar niet alleen uiterlijk zijn er overeenkomsten. Deze auto staat ook op hetzelfde platform. Het zogeheten GAB-platform. Global Architecture for het B-segment. En dat is weer gebaseerd op het TNGA-voertuigarchitectuur. Misschien allemaal heel moeilijke termen. Alleen, het voordeel is van dat GAB-platform is dat heel veel zware componenten eigenlijk laag onder in de auto zijn geplaatst. En dat resulteert weer in een laag zwaartepunt. En dat moet ook het rijgedrag van deze Toyota Yaris Cross ten goede komen. Ja, en we rijden dus in de Toyota Yaris Cross, de nieuwste aanwinst, de nieuwste SUV van Toyota. En SUV's van Toyota die zijn er nogal veel. Sterker nog, je hebt tegenwoordig ook al een opvolger van de Aygo, dat wordt de Aygo Cross. Schrijf je dan Aygo X, dat wordt zeg maar de Benjamin SUV van Toyota. Dan heb je deze Yaris Cross, dan heb je daar ook weer boven een CHR, er komt een Corolla Cross aan, dan heb je daarboven weer een RAV4. En zijn we er nu nog niet? Nee, want Toyota heeft daarboven ook natuurlijk nog een Highlander. Dus heel erg veel SUV's van Toyota. En er komt er overigens ook nog een BZ4X aan. En dat is weer een volledig elektrische SUV. Ja, deze Yaris Cross, dus zeg maar het SUV-broertje van de Yaris, die deelt ook de aandrijflijnen van die Yaris 5-deurs hatchback. Dus er is keuze uit een 1,5 liter 3-cilinder met 125 pk of een hybride. Wij rijden in de hybride omdat 90% van alle kopers in Nederland voor de hybride aandrijflijn gaat. En ik wil je in deze video ook eventjes bijpraten over de prijsstelling van deze Yaris Cross. Want ja, dat is toch wel interessant om daar wat meer over te weten. De prijs van deze auto begint ongeveer bij 25.000 euro, 24.000 euro en dan 800 euro een beetje. Dat is helemaal afgerond 25 mil. En daarvoor krijg je een Yaris Cross met die benzinemotor, met handbak en 125 pk. Nou, nu klinkt dat best goed. Je hebt standaard ook best wel een rijk veiligheidspakket. Denk aan een groot lichtassistent, verkeersbordherkenning, adaptieve koerscontrole, een botspreventiesysteem met fietsers- en voetgangersherkenning, maar bijvoorbeeld ook een rijstrookassistent. Dus standaard al best wel veel veiligheidssystemen aan boord van deze Yaris Cross. Maar, en dat is best wel een grote maar, je hebt helemaal geen infotainmentsysteem aan boord dan. Sterker nog, je hebt radiovoorbereiding, maar er zit helemaal niet zo'n mooi infotainment display in. Dus die 25.000 euro moet je eigenlijk gewoon meteen vergeten, want je moet eigenlijk al voor die tweede versie gaan. En dan krijg je wel een infotainment systeem, maar niet het allernieuwste infotainment systeem. Want vanaf het tweede uitrustingsniveau krijg je het zogeheten Toyota Touch 2 systeem. En dat is al best wel verouderd, heeft ook een beetje pixelachtige graphics. En dat is ook wel aan vervanging toe, ook al ondersteunt het wel Apple CarPlay en Android Auto. Nee, ik zou je echt van harte willen aanraden om minimaal voor de First Edition te gaan. Dan heb je namelijk het nieuwste infotainment systeem van Toyota. Het Toyota Smart Connect infotainment systeem met 9 inch touchscreen. En dat is een veel beter systeem, want het is verbonden met internet. Maar dan praten we al wel over een prijs van 29.000 euro. En dan heb je nog ineens de hybride, die dus 90% in Nederland kiest. De prijzen van de hybride, die beginnen bij 27.000 euro. 29.000 euro voor het tweede uitrustingsniveau. En wil je dan een Toyota Yaris Cross Hybrid First Edition met dus dat 9-inch touchscreen Toyota Smart Connect, dan praat je al over 31.000 euro. Afijn, de boodschap is dus duidelijk. Je moet best wel je portemonnee trekken om deze Yaris Cross een beetje op smaak te brengen. Maar het kan natuurlijk nog veel gekker, want er zijn natuurlijk nog veel meer opties. Het exemplaar waarin wij rijden
is echt voorzien van alle toeters en bellen die mogelijk zijn. Is dan ook een introductieversie. Maar ja, 38.500 euro kost deze auto. En dat is natuurlijk best wel veel geld. En sterker nog, voor dat geld kun je ook al een rijk uitgeruste Toyota CHR kopen. Sterker nog, een RAV4 komt ook al binnen handbereik. Weliswaar niet als hybride. Maar dan nog, 38.000 euro voor deze auto is gewoon heel veel geld. Maar zoals gezegd, je bent in feite ook al klaar voor ongeveer 31.000 euro. Wil je de hybride en de First Edition. Tot zover even de prijzen. Doe ermee wat je wil natuurlijk. Maar ja, deze Yaris Cross heeft natuurlijk niet het rijk alleen. Want zoals ik al aan het begin van deze video vertelde, is het aanbod B-segment crossovers echt uniek groot. Denk even aan de Peugeot 2008, de Opel Mokka, de Citroën C3 Aircross, de Renault Captur, Dacia Duster, Seat Arona, Volkswagen T-Cross, Skoda Kamiq en ga zo maar door. Het aanbod is echt reuze. Maar Toyota is wel een van de weinige merken met een hybride aandrijflijn. Renault Captur heeft er overigens ook eentje, die heeft ook meer vermogen, 140 pk. Deze hybride aandrijflijn schopt het tot 116 pk. En het fijne aan deze hybride aandrijflijn is dat je eigenlijk met twee vingers in de neus kun je gewoon 1 op 20 halen. Dat is natuurlijk best wel netjes. Dus zuinig rijden met deze auto is helemaal geen probleem. En bovendien is het samenspel tussen die 3-cilinder benzinemotor en die elektromotor gewoon goed voor elkaar. Ja, wat valt nog meer op tijdens het rijden? De isolatie in de wielkassen die kan wel wat beter, want met name op ruw asfalt komt er toch nog wel wat geluid het interieur binnen. En de besturing die biedt ook niet al te veel gevoel. Maar ja, deze auto moet je vooral rijden in de stad. Het is een zogeheten urban crossover, zoals dat heel erg chic heet. En dan is een lichtere besturing toch wel fijn, want dat maakt het manoeuvreren in de stad gewoon aanzienlijk makkelijker. Maar wat ik wel opvallend vind aan deze auto, is dat hij toch wel lekker stuurt. Hij ligt goed op de weg. En dat heeft die normale vijfdeurs Yaris ook. Die is ook wel lekker lichtvoetig, met een vleugje sportief. Dus dat is wel prettig rijden in deze auto. En deze hybride aandrijflijn heeft dus 116 pk. Nou, Martijn, hou je vast. Dit is vol gas. Wow. Nee, nou ja, overdreven gezegd, deze auto is natuurlijk niet heel snel. Die 125 pk met handbak is misschien wel de leukere aandrijflijn die je moet hebben. Deze hybrid, ja, die biedt vooral comfort, want je hebt standaard in automaat. Weliswaar een CVT, dus dat betekent vol gas. Dat die lekker opspoelt natuurlijk en dat toerental ook vasthoudt. En het karakter van deze hybride aandrijflijn, dit is overigens weer vol gas. 60, 80, 90, 100, nou. En dan nog 1 op 20, dat is dan wel weer knap. Maar even zonder gekheid, het karakter van deze hybride aandrijflijn, dat kun je eigenlijk tweaken. Want deze auto heeft wat rijmodi. Er zit hier een knopje, de middenconsole, kun je op drukken. Kun je kiezen uit eco, normaal of sport. Nou, in sport gaat alles een beetje op rood en dan is hij net wat alerter op het gaspedaal. Maar ja, deze auto, dat is helemaal geen scheurijzer. Hier wil je gewoon comfortabel inrijden van A naar B. Bijvoorbeeld ideaal voor woon-werkverkeer. Laat me gewoon lekker in normaal of eco staan. En dan doet de auto gewoon eigenlijk wat hij moet doen. En dat is gewoon comfortabel zijn. Met ook een lekker gunstig brandstofverbruik. Ja, de interieurafwerking in deze Yaris Cross die is eigenlijk te vergelijken met een Yaris 5-deurs hatchback. Dus Toyota gebruikt vooral harde kunststoffen. Er is wel een zachte toplaag hier op het dashboard. Om een beetje een luxe randje te geven. En dit is dan de absolute topversie, hè, waar ik net al over sprak. 38.000 euro en een beetje. Heb je wel zwarte hemelbekleding. En eigenlijk alles wat je maar wensen wilt. Bijvoorbeeld ook een head-up display. Een inductielader. Automatische airco. En heel erg veel veiligheidssystemen natuurlijk. Ja, en hoe zit het dan met ruimteaanbod in deze Yaris Cross? Nou, toegegeven, het is echt niet de ruimste, maar ook niet de kleinste auto in zijn segment. Ik ben zelf ongeveer 1,85. Ik kan hier prima zitten, ik heb een goede zitpositie. De stoel kan ook lekker laag, ook al heeft de stoel wel wat, ja, toch wel korte zittingen. Dat geldt helemaal voor de achterbank overigens. Ook met mijn lengte van 1,85 kun je ook best wel eventjes zitten op de achterbank. Maar je merkt dat die achterbank vrij kort is. En ook, ja, vrij korte zittingen, maar ook vrij vlak. Dat komt natuurlijk omdat daar ook de batterij onder ligt. Dus het gedeelte stof is niet echt, het gedeelte schuim moet ik zeggen, is niet heel erg dik. Beenruimte valt best wel mee. Maar wat wel opvalt is dat de doorgang naar achteren, dus in hoeverre je de deur kan openen, die is wel vrij krap. Dus doorgang, let erop met instappen, let op je hoofd bijvoorbeeld. En als je wat flinker van postuur bent, ja, dan kan het zijn dat je jezelf even moet proppen in deze Yaris Cross. Nou, de bagageruimte dan is gewoon prima hoor. Prima voor het B-segment. Wat slim is een in twee delen te verdelen bodemvloer eigenlijk. Dus dat je een beetje kan spelen met welke bagage je vastzet. Dus dat heeft Toyota gewoon goed voor elkaar.
Ja, en dat brengt ons een beetje eigenlijk bij de conclusie van dit verhaal. Want motoren, hoe die rijdt, hebben we allemaal gehad. Ruimte aan bod, dat die er aan de buitenkant natuurlijk best wel vlot uitziet. Maar ja, zoals ik al zei, het aanbod is echt reuze. En eigenlijk de sterkste USP van deze auto is toch wel zijn design. Want daar ziet het toch wel leuk uit. Je zit ook wat hoger natuurlijk ten opzichte van die vijfdeurs Yaris. En de sterkste troef van deze auto is natuurlijk zijn hybride aandrijflijn. Maar dat heeft natuurlijk wel een prijskaartje. Want je kunt inderdaad instappen in de hybride variant voor ongeveer 27.000 euro. Moet je nagaan, hè? 27 mil, dat is natuurlijk ook wel best wel veel geld. Maar ja, als je hem eenmaal op smaak hebt gebracht, dan kom je al wel uit op 30.000 euro. Dus onder de streep, een ja, leuke toevoeging aan het basic segment. Niet de goedkoopste, maar als je het kan veroorloven, dan heeft deze auto toch wel alles aan boord wat je wenst in een basic segment SUV van nu. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube kanaal, want we willen heel erg graag naar 300.000 abonnees. Laat ook vooral eventjes in de reacties weten wat je van deze Toyota Yaris Cross vindt. En geef deze video natuurlijk ook eventjes een duim. Zie ik je heel graag weer bij een volgende video. Hoi!